Om doen jullie was om verbannen weg te gaan. Geloof maar gewoon één stuk door. Is beter. Neem afscheid van het vlees. Nee, ik moet. Nee, hoeft niks. Nee. Stay away. Zijn deze dan? Oom Johnny, de lieve man die op zijn eten is. We gaan even kijken naar zijn bord die hij voor zichzelf heeft opgeschept. Nee, dat doen we niet. Dat ga ik nu laten zien. Nou, dat dacht ik niet. Dacht ik wel. Weer geen logica hier. Ik word zo rommelig hiervan. Zit je te puffen? Ja. Wauw. Godverdamme. Another day, another excursie. We gaan in het busje. Ik weet niet wat we gaan zien. Daar staat een trein. Ik heb net te horen gekregen. Dit hier, jongens, heet de Vlamsbana. Ja, Vlam is een plek. En het is de Vlamsbana. Vlambana, hoe dan ook. Het is een bijzondere naam. De straat achter ons huisje, trouwens, heb ik ook vandaag gehoord, heet Slettenbak. De weg heet Slet. En de Slettenbak. Ben je al een beetje tot rust gekomen? Van want wat? Je bent van het werken en al het stress in Nederland naar hier Noorwegen en... Zeker, hallo. Zeker. Ik kom helemaal tot rust. En, maar ik voel me ook thuis met al die woorden hier. Ik heb helemaal mijn plek. Je broer Slettenbak of zo? Toch? Nee. Wat dan? We zijn er op het uitkijkpunt van Stegenstein. Ik ga het zo aan jullie laten zien. Het is prachtig. Het wordt nu schoongemaakt. Zo vroeg zijn we hier, ja. Planning van Henna, orkavrouw. Maar deze toilet hier achter mij zou de award hebben gewonnen voor mooiste toilet. Ter wereld of van Noorwegen? Noorwegen. Ik geloof. Oké, jongens, even. Dit is het hokje. Sommige mensen hun huis zijn niet zo gearchitectureerd. Als dat een woord is. Nou, even binnenkijken dan. Even gewoon kijken, is alles zo mooi van binnen, om Johnny? Even kijken. Oh, met een raam ook. Gadverdamme, wat is vies. Oh, er ligt hier een... verdacht. Ze hadden het wel iets schoner kunnen maken. Ja. Maar, qua het viel... Het uitzicht waarschijnlijk. Nou ja, kijk jij dan. Niet de award voor mijn schone toilet. Het is gewoon het meest mooie, maar niet schone. Die andere, niemand heeft het wat schoon genoemd. Ja, maar ik zie... Het is niet, voor het oog is het niet mooi als er plasjes water op de grond. Ik denk van wie ik het uitzie. Even gaan kijken. Amaze me then. Ja, het is wel oké, eerlijk. Ik heb studentenkamers gezien, die zijn minder mooi dan dit. Dit is, natuursteentje, houtje, lakje, groompje, uitzichtje. Ik snap wel waarom je dit vindt. Ik snap het. Waarom hier zo'n tochtstrip zit. Dit is puur voor ventilatie, denk ik. Want ik had vandaag wel de blote enkel look aangemeten. En met zo'n strip, als je moet plassen al, is niet chill. Dus, persoonlijk, meer punten. Wauw! Jongens, dit is wel heel mooi hoor. Woont iemand daar? Jesus. Ik denk niet Jezus, nee. Ik bedoel meer gewoon van wow. Mocht er iemand wonen, dan gun ik het Jezus wel. Lieverd? Oké. Ja, het boeit je niet. Je hoeft weer niet te klimmen hier. Dit is niet dit. Oké, hou vast. Dit is het enige wat je mag hier. Oh my god, dit ook. Wow. Wow. Ik heb niet snel last van hoogte. Wow. Kijk voor de camera. Nee. Anders ga je camera. Anders ga je camera zo daar vallen. Ja, maar ik kijk zeker uit voor mijn camera en voor mezelf. Thank you. Oh, maar wat bent u eigenlijk allemaal aan het maken met al het filmmateriaal? Wat? Ik vroeg me af, wat gaat u maken? Gaat u een slideshow doen? Of... Ja, ik snap wat u nu vastlegt, maar wat is het einddoel van al deze, van al dit beeld? Gewoon, dan kan ik het tekenen toch? Willem gaat het op CD zetten. Hij gaat het editen en... Oké. Dat viel weg, ga weg. We hebben weer mooie plekken gezien, we zijn onderweg gestopt. Maar ik denk dat jullie nu al genoeg bomen, bergen en beekjes... Naast bijzelf hebben we gezien. Dus de rit zit er weer op. We zijn thuisgekomen en net in de supermarkt zag Resli iets liggen. En ja, de zon schijnt. Het is mijn vriend. Dus een Surinamer. En wat denk je dat er gebeurt? Een barbecue is happening right here. Dus Team Barbecue is busy. En ze doen hun ding. Ja, het wordt gewoon helemaal genieten geblazen. Champignonnetjes, ananasjes. Lekker hoor, groentesticks. Kom wel goed. Zie hier mijn vriend in zijn element... Resli voelt zich thuis achter hete kolen. Maar echt, hè? Ja, echt. Hij heeft een assistent, zijn zus. Die doet het ook top, hoor. Jij? Oh, je krijgt ook een nichtje, hoor. Die doet het ook top. Oké. Jullie krijgen... Wat wilt u zeggen, oom Johnny? Nee, niks.
Als het om eten gaat, zal oom Johnny altijd dicht in de buurt blijven. Ja, om te kijken als alles goed gaat. Want deze lieve man heeft, ik weet niet, ik denk een lintworm. Hij eet zoveel. Hij eet het eten van je bord af als je niet oplet. Hij lacht erom, maar het is best wel heftig dit. Het is ook waar. Het is ook waar en pijnlijk. Niet overdreven, ook helemaal niet. Elvira. Soms slaat de irritatie toe, maar vaak wordt er om gelachen. Ik zal proberen dit vast te leggen nog. Het wordt awkward weggelachen. Ja, het wordt weggelachen omdat huilen, ja, zonde tijdens het eten. Ja, kom. Oom Johnny was om van plan om weg te gaan. Geloof maar gewoon één stuk door, is beter. Neem afscheid van het vlees. Nee, ik moet. Nee, hoeft niks. Nee. Stay away. Bewaart iemand de goede potten waar al vlees in zit? Is er bewaking, security? Is er iets? Zie, is gevaar. Het is een gevaar. Finding is? Finding. Hoe heet je? Thank you, dear. Ja. You go sleepy? No. You no sleepy? No. Nee? Jawel, you're sleepy. No. You're sleepy. You sleepy. You sleepy. Ja. Ja, hij denkt Surinaamse spel. Surinaamse spel, denkt hij. Hij geeft Churi. No. Wat? Geef me een no. Maak Churi dan. Maak Churi? Is no het enige wat je kan zeggen. Hey. Hij kan het beter dan ik. Dat heeft gewoon met de DNA te maken. Kan deze dan. Dat was ook goeie. En kan je ook skeer-ei? No. Zo, oma kan het heel goed. Oma, hij kan het ook, hij kan het ook. Doet u het? Nee, niet toch zo? Het is een skerrij. Jullie maken een en andere secreet van hem. Vind ik ook. Loop nog binnen. Ja, doe het. Knal het erop. Oh, dat is een alarmsysteem. Dan kan niemand erin. We hebben een chilldag vandaag. Daar wordt gerummikupt. Niet volgens de regels, maar het is oké. En hier wordt heel wild gelegoed. En ik vind het niet leuk is je nagel eraf is. Door de Lego is mijn nagel eraf. Maar deze is nu al twee keer eraf. Ik denk gewoon dat het mijn ongeluksduim is. Gevoelig is het ook. Dan doe je ook een keertje. Als je weer naar Nederland gaat, dan moet je naar je nagels. Voor de mevrouw. Ja, de reparatie. Okay. Gelukkig staat die afspraak al net tussen. We hebben de volgende vakantie. Twee dagen ben ik in Nederland. Dan wordt alles gepropt. En dan ga ik ook lekker. Papa. Ja, jij chillt er met je vader. Ik ben een anderhalf uur eventjes in de... Hallo. Hè? Nou, wat? Kijk, ik zwemmen in. Oh ja, dus. We zijn even lekker bezig. Voor mensen die denken, wat heb ik met je haar gedaan? Dit is hoe mijn haar is van zichzelf als het opdroogt. Ik heb net geen golven meer en ook geen stijl. Als ik het kneed, worden er wel krulletjes en als ik het stijl, blijft het ook stijl. Maar gewoon à la naturel is het zo'n kat die uit de sloot komt. Wat zeg je? Ja, we gaan zeker werken aan ons geweldige paleis. Oké, okay, oh, wat is het met die motion in de kont? Oké, genoeg sensuele dans. We zijn klaar met Lego. Het zonnetje schijnt, gaat lekker. In de jacuzzi. Het is de jacuzzi. De jacuzzi. Oké. It's gonna be so much fun. Kun je de bubbels even aan doen? Ja, mama. Oké, topper. Yes! Nu moet ik hem eraan. Oké, dank u. Oké, ik zit hier. Als je me zoekt, ik ben aan deze kant. Oh, wacht. Waar is de zon? Ik zit natuurlijk in de zon. Oké. Chillings. Joe zit erin. Wat is dat? Joe. Zit je nou met een drol in het... dat is echt het meest vieze wat je ooit tegen kan komen in je leven. Drollen in een zwembad. Hier, hallo. Frank. Hey. Zoek het uit, ja? Zoek het uit. Nee, jij gaat hem gooien met de staartbal. Dat is even een andere koek.
omhoog komen is nog even een dingetje. Gaat goed? Het woord staat ook in de herhaling telkens. En zullen we het zeggen? Vertel, wat wil je zeggen? Jij ook. Ja, wat, maar ik wou vertellen dat mijn haar dus net zo luid is. En weet je wat we hadden gedaan? We hadden in de bad gewoon lekker dieren. En bubbelbad. In de jacuzzi films gekeken van dieren, toch? En ook dieren gered. Oh, we hebben dieren gered. Vertel even hoe dat ging. Ik moet zeggen, maar één dier ging geen landen. En toen moest hij echt. Ik heb toch gekeken hoe. En toen ging mama hem redden. Zo. En toen ging hij even hier leggen. En toen. Ja, oké, even in grote mensentaal. Wat dus gebeurde is, er kwam een vlieg in de jacuzzi. Die was zeiknat, maar we zagen dat zijn pootjes nog zo gingen. Wacht even. En toen haalde ik hem zo eruit. En toen liet we hem opdrogen. En ik denk dat hij gewoon nu een vredig leven nog leidt. Maar alle wezen zijn dood. De rest heeft het niet gehaald, want we zagen te laat dat ze al een tijdje in het water lagen. Ja, sorry. Dat was 10 dagen oud. Die deze. Al 5 minuutjes. Ja, ja. Oké. Ga jij poepen, dan kunnen jullie wandelen. Ik ga niet wandelen, ik ga gewoon verder. Ik heb al gepoept. Niks doen. Ja, klopt. Ik heb het even beter gedaan en nu ik naar mezelf kijk, denk ik, nou, ik had ook de video kunnen openen nadat ik mezelf had gefascineerd. Maar weet je, ik wil gewoon laten zien hoe het is. Ook al ben je daarna onder de douche gestapt, als je eenmaal in een zwembad bent geweest, het verandert gewoon in een voetbalveld, wat lang geen water heeft gezien. Uitgedorrig, gele gras. Ondertussen hebben we het hier enig nog steeds. Ja, ik ben een beetje aan het kijken naar best wel heftige documentaires over serial killers. Niet heel gezellig. Leerzaam ook niet. Het zijn niet echt dingen die ik wil meenemen in het leven. Hoe doe je dat nou en zo? Maar het is wel interessant. En iedereen hier is een klein beetje in de stress, want ik heb nog één toiletrol en er moest nog heel veel gepoept worden, aangezien we net hebben gegeten. Zuurkool. Heb je... Iedereen zit op het toilet. Moet je nu kakken? Oh, plassen. Nou, hier. Heel veel. Doe even hier. Nou, niet baaah. Ik wou zeggen, doe het op de veranda. Ja. Oh my god, op de veranda. Nee, niet op de veranda, gewoon op het hout. Gewoon zo. Niemand. Nou, ik dacht zelf, kijk, daar kan je plassen. Ik heb net nog een heel goed plasplekje gevonden. Ja, daar. Het is officieel niet van ons, maar hier tussen. Ik denk een schuurtje en een huisje van de mensen hier voor ons. Daar zou je vet goed kunnen plassen. Gewoon als het moet. Wie en ik gaan heel eventjes een kleine boodschap doen. Lijkt in niet ontlasting. Maar we hebben 4 dingen op het lijstje. En wat ik zeg. Toiletpapier, best wel belangrijk. Niemand was super happig om te gaan. Er zijn een paar mensen aan het hiken, dus naar die slettenbanen. Ja, ja oké. Okay. We kunnen hoor. Ja, we hebben gevonden. De D van Doe maar. Daarheen. Daarheen. Marina zat daar, Res zat daar. Oom Johnny was net wakker. Echt seconden. Seconden. En die keek zo even bij komen. Dus het kwam erop neer. Wij zijn degene die het doen. We hadden het gisteren ook al gedaan. We vinden het niet erg. Maar je wordt wel uit je mojo gehaald. En ik heb al koude tenen. Ik ook. Heb je ook koude tenen? Nou, ik heb vooral koude benen. Eigenlijk heb ik het gewoon koud. Ik heb het ook koud. En dan moet je de deur uit en het is... Misschien moeten we het rennen doen. Wauw. Even een exercise. Laten we het rennen doen. In de supermarkt? Toiletpapier, brood, appelsap, vanillejoghurt en... Keukenrol. Oké. Okay. Ik ga voor de keukenrol. Toiletpapier? Jij voor het papier. Ik ga voor papier en jij voor al het andere. Omdat jij beter weet wat we nodig hebben daarvan. We gaan het allemaal rennen doen. Ja, we gaan rennen onszelf warm. We komen over... Wie lopen daar? Oh. Heb je een lift? Heb je een lift nodig of zo? Nee. Nou, het zit een gezellig uit, joh. Echt, hè? De hiking is in volle gang. Awkward. En nee, je bent echt niet naar hun zin. Ik weet zeker dat Ellie ook denkt bij zo, wat ben ik hier aan het doen? We rennen gewoon zo. Ja, wat zeg je? Oh, wat leuk. We gaan wandelen. We zijn in Noorwegen. Pak ieder moment. Ga de natuur in. Ellie wil gewoon veel kijken. Dus Ellie wil terug in de serie. Ellie denkt, we gaan voorbij onze straat. Wat is dit? Zo, moeder zei het ook. Ellie, doe je haar netjes. Toen zei Ellie, ik ga zo of ik ga niet. Dus, nou ja. Ik denk dat ze gewoon echt heel erg... Het is gewoon heel gemoedelijk daar wat er gebeurt. Dat kan ook.
Nee, ik bedoel het in een sarcastic way. Oh! Nou, we gaan... Hoofdpijn. Een nieuwe hoofdpijn. We zijn ineens begonnen met rennen. Handrem. Ik weet niet van jou, maar ik ga alvast in de versnelling. Het toilet heb je in je keukenrol. Oké, we zien er waarschijnlijk wel uit als een stelletje overvallen. Als we binnenkomen rennen, I don't give a fuck. Toiletpapier. Yes, hier. De keuken dit, ja. Toiletpapier, yes. Hey, ik heb het al, wat moest je nog meer? Ik heb het allebei. Oh, wat slecht dit. Apple juice. Brood. Brood? Oh my god. Rennen. Oh my god. Dit is ook jongens, dit is zo heftig. Kijk dit, ze hebben dit allemaal. En ik wil het zo graag eten iedere keer als ik hier langskom, jongens. Er is ook helemaal geen logica in deze supermarkten. Nul, loepers, nada. Weer geen logica hier. Ik word zo rommelig hiervan. Zit je te puffen? Ja. Wauw. Godverdamme. Frankie, die mag vanavond slapen in ons bed. Je vader gaat naar boven. En jij slaapt dan... Ik ga in mijn... In het bed bij Brianna en Elvira. Het is niet zozeer een te klein bed, maar het heeft wel van die, het heeft wel zo'n randje. Dus het is niet heel lekker voor je vader. Voor jou handig dat je niet uitrolt, maar voor een lang persoon... Ja, dan gaat het niet uitrollen. Nee, hier is niet zo'n randje. Dus op zich kunnen we natuurlijk in één keer boom horen. Kan je dit laten zien even aan me? Ik deed net iets heel grappigs. Tenminste, ik vond het grappig. Nou, Frankie, die wil trusten. Lekker slapen. Je gaat nu naar bed toe. Ik versta je niet. Even naar bed. Ik vind de kinderen helemaal leuk. Tenminste, die van mij. Wel trusten, schat. Te bouwtje van me. Ik hou heel veel van je. We hebben een geweldige leuke vakantie. Nou, ja. En dan zou ik zeggen, heel lekker slapen. Nou, lekker slapen nu met die dikke pillen van je. Niet nog een keer. Nee, niet? Oh, oké. Niet nog een keer. Wel nog een keer. Zo verwarrend dit. Ja, daar staan we dan bij het Norschutvat Museum. Ja, ik heb dat een paar keer geoefend. Het is hier heel rustig, zoals je kan horen. Mooi ja, dorpje daar. Dit is een museum. Voor iedereen die denkt, wat is een museum? Het is een museum. Ja, hier gaan we kijken naar een film. Wat hier heeft plaatsgevonden. Want in de Tweede Wereldoorlog hadden ze per ongeluk, dat zo is het zeker niet gegaan. Ze hadden twee Duitse generalen vermoord. Hoe dat gegaan is, dat weet ik ook niet zo zeker. Daar, hoe? Waarschijnlijk met kogels. Maar ik bedoel, waarom dat gebeurd is, dat is me niet helemaal duidelijk. Maar het kwam erop neer. De Duitsers, de nazi's kwamen wraak nemen. Hele dorp plat gegooid. Alle jongens van 16 tot 60 mannen. Concentratiekampen en de dames en ouderen. Ja, ergens anders. God mag weten waar. En dan hebben ze het hele dorp gebombardeerd. Nou ja, zoals je ziet zijn we back on track. Maar we gaan eventjes de historie daarvan bekijken. Ik heb ook zo'n... Ze hebben ook wifi? Oh. Stuk. Ellie gaat niet het museum in of de film luisteren. Maar ze checkt wel even of er wifi is, want het is altijd fijn. Hè, Ellie, dan kan je in ieder geval eventjes, wat je ook gaat doen, Netflixen. Dan ben je in ieder geval, ja toch? Heel goed bekeken. Ze hebben daar iets typisch Noorwegs. Dus oh, je krijgt iets Noorwegs. Oh, je krijgt een snack. Misschien moet ik even hier blijven staan dan. Nou, het is duidelijk geworden na het zien van de film. Het waren twee verzetstrijders die ondergedoken zaten bij een familie hier in het kleine dorpje. En er kwamen dus twee, Nazi's eventjes verhaal halen van wie zijn hier. En toen was het een gevecht geworden, een vuurgevecht. Toen dat gebeurd was, toen werd dus het hele dorp plat gegooid. En we gaan nu eventjes kijken in het museum. Het is interessant, het blijft interessant jongens. De Tweede Wereldoorlog, wat daar gebeurd is jongens. Er is geregeerd. Dat is Surinaams voor het huishouden. De Duitsers hebben huis gehouden. Dat is het. Dit is de bridal crown. En dat is een van de weinige dingen die ze nog wel terug kunnen vinden. Nadat ze aardig... Alles uit de plat gegooid. Nou, dan denk je, wauw, dit heeft het gewoon overleefd. Bijzonder ook wel. Hier woonde dus een familie Telle. En die familie deed dus aan illegaal mensen naar de overkant sturen, Engeland. En daarom, omdat dat dus... Helaas naar buiten kwamen zeg maar de Gestapo hun op het spoor. En toen ging het dus helemaal mis. Dat was de aanleiding geweest dat ze dachten, we moeten dat dorp heel eventjes binnenvallen.
En hier zie je allemaal dingen die overgebleven zijn. Je ziet de oude illegale radio die ze gebruikten ervoor. Echt indrukwekkend, man. Wel verdrietig. Iedere keer weer als je erover ziet wat ze gedaan hebben met die mensen. En ook zoveel mensen. Het blijft heftig en indrukwekkend. Echt waar. Daar zitten ze. Heel gezellig. Ik zie je wel, hoor. Ja, ik wil eventjes het vastleggen hoe leuk jullie daar zitten. En jullie niet? Appelisten. Ja, dus als je een wijntje of in Om Johnny's geval een biertje hebt, dan zit je dus achter het touw. Ja, zo zijn de regels hier. Ik noem het VIP-deck. Dat is wat vriendelijker, vind ik zelf. Vakantievriendelijk. Maar het komt erop neer, als je alcohol drinkt in dit dorp, ze zijn hier heel christelijk. Het wordt hier heel erg strak gehouden. Ik weet niet wat een touw gaat doen trouwens, tegen je alcoholgebruik. Nee, maar het is niet tegen het alcoholgebruik, het is gewoon, dit is de ruimte waar je mag zitten om een drankje te doen. Precies, maar wat doet een ruimte tegen je alcohol? Nee, het is gewoon meer van, jongens, de mensen die willen drinken, die mogen drinken, maar dan wel hier en de rest mag gewoon vrij. Ja. Wat vind je ervan? Laat me een open vraag stellen. Oh, wat ik ervan vind? Ja. Ik vind het niet slecht dat ze zo die regel geven. Het is ook niet zo. Ik ben ook geen dagelijkse alcoholdrinker, dus ik word er ook heel weinig mee geconfronteerd. Maar ik denk dat het niet verkeerd is, hoor, dat ze hier alcohol zo duur maken en dat het is ook een niet overal duur verkrijgbaar is. Ik denk dat het helemaal niet verkeerd is. Tientje per glas. Nee, ik heb het meer over wat maakt het. Je kan nu niet bij je eigen familie zitten of bij je vrienden, omdat je dus alcohol. Nou, dat is best lekker. Oké, making a point there. Die lacht en die denkt van ja, heerlijk. Los van de familie, heerlijk, hoor. Rest, proost. Ja, cheers. Op meer dagen zonder familie. Wel leuk dat uw broer erbij zit. Heel gezellig. Nou, die is even aan het lopen. Ja, die wil helemaal los van iedereen. Anna, Maria, toegoed! Frankie! Frankie is af! Oh, Barry. Nee, ik ben niet af! Oh, nee, oké. Okay. Terug! Oh! Je moet terug. Mama. Anna, Maria, koekoek! Anna, Maria, koekoek! Frankie! Anne-Marie, koek! Anne-Marie! Wie heeft gezegd? Zijn we al klaar, Donieke? Kijk, er staat niemand achter je. Er staat niemand. Ken je dat? Ik ga, maar er staat niemand. Oké, kom. Deze gaat niet meer, hè? Anne-Marie, koek! Anne-Maria, koek, koek! Frankie! Anne-Maria, koek, koek! Ellie! Je kent je naam! Je weet! Anne-Maria, koek, koek! Anne-Maria, koek, koek! Anne-Maria, koek, koek! Het is ook eng! Anne-Maria! Zo, we zijn weer thuis en er worden door heel veel mensen gekeken naar schermen. Kleine kijkers, grote kijkers. Belangrijkste scherm. Je zit met veel minder stress nu, hè? Ja. Toch zie ik dat spastische beentje van je gaan. Omdat ik toch wel win. Je wilt toch winnen? Heb je iets speciaals wat je gaat doen als het toch gelukt is? Ga je de stad in? Ga je helemaal gek? Een beetje jammer dat we hier zijn. Ja, dat snap ik. Zal ik je masseren? Ja, maar ik ben nog steeds niet in Amsterdam. Oké. Okay. Weet je, die massage kan je ook lekker op je rug schrijven, buik masseren. Doe je dan. Doe maar toch die massage. Die zijn van ons in sokken. Die witte, ja. Maar pakken jullie het niet? Ik denk dat de rest die het niet gezien heb. Ja, en nu wil je het wel weer, die massage? Ook. En, oh, altijd weer het hele pakket wil je. Je moet altijd blijven onderhandelen. In dat geval gaan we straks nog in discussie over de tijd dan. Hoe lang? Je broer is geslapen. Met zijn joystick in zijn hand. Moet het gewoon laten? Hebben de mensen voor dat te eten? Dat kan niet. Klopt, hij zou dus niet meer moeten bewegen. Verpennen. Dit is zeg maar nog. Het kan nog. Net. Ja.
Zodra hij zijn hand beweegt, dan tackelen. Die legt gewoon stomp op zijn ballen. Ik had je genoeg beloofd om te laten zien, eigenlijk vast te leggen dat oom Johnny, de lieve man die hij is, vreselijk op zijn eten is. We gaan even kijken naar zijn bord die hij voor zichzelf heeft opgeschept. Nee, dat doen we niet. Dat ga ik nu laten zien. Nou, dat dacht ik niet. Dacht ik wel. Niet ervoor gaan staan, oom Johnny. Niet handen ervoor. Aan de kant. Dit is... Wat? Dit lijkt op een schaal wat je neerzet in het midden van de tafel van een restaurant. Dit is, hoe zeg je dat? Ze heeft toch een groot glas? Nee. Ik ga niet in de magnetron maken. 10 minuten. Het warmt niet op, hè? Nee, het warmt niet op. Het is te veel. Het is te veel. Is het al warm, die berg? Nee. Nee, hè? Jezus, man. Weer! Nou, hou eens op! Dit hele ding is het is helemaal heet van de condens, man! Het wordt niet heet! Beneden is nog koud. Beneden is nog koud? Ik bedoel, de bodem van de berg. Spannend, oom Johnny, spannend dit. Het moment is daar weer. Ja hoor, hij is klaar. Kom maar hoor, kom maar. Goed zetten, dat hij niet van afvalt. Nee, hè? Sommige mensen hebben dat voor shared dining. Oh, Johnny heeft het voor zichzelf, maar we gunnen het hem. U kon ook gewoon een schaal, een overschaal pakken. Dat weet ik. Maar dat past niet in de magnetron, nee. Daarom. Ja, anders had u het gedaan.